Hoi, ik ben Jurgen en de afgelopen tijd heb ik de Samsung Galaxy S22 serie getest. In deze video ga ik het hebben over de S22, de kleinste van de serie, en de S22 Plus. Ik ga het vandaag dus hebben over de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus, omdat die toestellen gewoon echt heel erg veel op elkaar lijken. En als we dan beginnen bij het design, dan zien we dat ze ook eigenlijk wel heel veel lijken op de S21 toestellen van vorig jaar. In ieder geval qua design, maar er zijn wel een paar kleine dingetjes veranderd. Allereerst zijn ze beschikbaar in 4 verschillende kleuren. In het groen, in het roze, in het wit en in het zwart. Hele vette kleuren allemaal. En wat ik vooral heel erg fijn vind, is dat de achterkant nu allemaal mat is afgewerkt. Vind ik er gewoon echt een stuk toffer uitzien. En als bonus zie je ook nog eens wat minder snel vingerafdrukken op de achterkant. Persoonlijk is toch wel de groene variant mijn favoriet. Ik vind deze er echt heel erg tof uitzien. Maar ja, als je liever iets neutraals wilt, heb je dus ook nog zwart of wit. En met een hoesje kan je natuurlijk ook nog eens alle kanten op die je maar wil. En zoals ik al zei, het ziet er gewoon echt heel erg strak uit. Ik ben echt fan van dit ontwerp. Gewoon mooie, matte afgewerkte achterkant. Beetje wat meer glans in de rand van de telefoon. En nog steeds die ronde hoeken zoals we eigenlijk gewend zijn van de S-serie. Hele toffe telefoon. Als we dan kijken naar de voorkant van de telefoons, dan zien we de schermen. Ja, en die zijn gewoon nog steeds heel erg mooi. Samsung is goed in het maken van schermen. En dat zie je ook hier weer terug. Grote verschil zit natuurlijk in het formaat van de telefoon. De S22 heeft een schermformaat van 6,1 inch en de S22 Plus eentje van 6,6 inch. Dan wil ik niet zeggen dat dit kleine telefoons zijn, want dat is zeker niet het geval. Maar het is wel opvallend dat beide toestellen net wat kleiner scherm hebben gekregen dan de S21 vorig jaar. Fijne aan de normale S22 is wel dat hij een stuk kleiner is dan de meeste flagships die we zien. En daardoor houdt hij dus ook veel makkelijker vast in je hand, ligt echt heel erg fijn en kan je makkelijk de hele telefoon bedienen met één hand. Dat was toch wel opvallend, dat het toch wel lekker kan zijn om een iets kleinere telefoon te hebben en nog steeds te genieten van de kwaliteit van een flagship. Wil je toch een groter formaat? Ja, de S22 Plus is dus natuurlijk wel meteen een stukje groter. En dan kan je nog steeds wel goed het scherm bedienen, maar zul je wel iets vaker wat vingergymnastiek moeten doen om overal bij te kunnen. Maar gelukkig is de software van Samsung daar ook goed op aangepast. En het zijn natuurlijk nog steeds Samsung schermen, dus het ziet er hartstikke goed uit. Kleuren komen goed naar voren, hartstikke mooie scherpe schermen. Wat ook vet is, is dat ze beschikken over de hoge refresh rate van 120 Hz in plaats van de standaard 60 Hz. En het is ook nog eens aanpasbaar, wat dan weer fijn is voor je batterij. Vingerafdrukscanner zit ook in het scherm verwerkt en die werkt hartstikke snel en soepel. En eigenlijk is het gewoon een hele fijne telefoon om te gebruiken. Of je nou voor de iets kleinere variant gaat die lekker in de hand ligt, of de net iets grotere variant, allebei werken hartstikke fijn. Wat ook opvalt als we kijken naar het scherm van de telefoon, is dat het scherm plat is aan de voorkant. We hebben natuurlijk heel veel schermen gezien bij Samsung waar het scherm over de rand doorliep. Sommige mensen vinden dat heel fijn, omdat het gevoel dan is dat je scherm eigenlijk bijna geen rand meer hebt. Maar sommige mensen vinden juist een plat scherm fijner. Nou, Samsung biedt nou eigenlijk voor beide mensen iets. De normale S22 en de S20 Plus hebben dus dat platte scherm. Maar de Ultra die heeft nog wel dat die rand wat verder doorloopt. Ik moet zeggen, ik zit er een beetje tussenin. De ene keer denk ik weer, ja, dat platte scherm vind ik eigenlijk wel fijner. En de andere keer denk ik juist weer, nee, ik vind het wel vet als mijn scherm verder loopt. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je vet vindt. Beide opties zijn aanwezig. Wat er wel voor zorgt dat deze telefoon gewoon echt heel erg lekker in de hand ligt en echt heel erg fijn in het gebruik is. Er zitten natuurlijk ook camera's op en die kunnen we zeker niet overslaan. Achterop vinden we dezelfde camera's bij zowel de S22 als de S22 Plus. Namelijk een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultrawide en een 10 megapixel 3x zoom telelens. En aan de voorkant ook nog een 10 megapixel selfiecamera. Nou, het zal geen verrassing zijn, maar met deze camera's kan je gewoon hartstikke goede foto's en video's maken. De hoofdcamera natuurlijk voor de meeste details, dus de scherpste foto's. De ultrawide als je net wat breder perspectief wil. Ideaal voor in de stad als je bij een groot gebouw staat en niet heel ver naar achter wil lopen. Of natuurlijk op vakantie een heel mooi groot landschap wil vastleggen. En de zoomlens als je net dat dichterbij wil komen en nog steeds echt hele goede resultaten wil halen. Mocht je nou toch wat betere camera's willen en misschien ook wat extra opties, zoals een tweede telelens met wat verdere zoom, dan zou je eventueel wel naar de Ultra kunnen kijken. Ook daar heb ik al een video over gemaakt. Klik dan eventjes hier en dan zie je precies hoe die camera's presteren. Maar dus ook bij deze twee toestellen hoef je echt geen zorgen op te maken. Je haalt gewoon prima resultaten. Dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere specificaties. Zo draaien ze bijvoorbeeld op de Exynos 2200 processor
hebben ze 8 GB RAM met 128 of 256 GB opslag en een batterij voor de S22 van 3700 mAh en de S22 Plus van 4500 mAh. Nou, ze beschikken natuurlijk ook over draadloos opladen en ook omgekeerd draadloos opladen als je bijvoorbeeld je oortjes wil opladen of eventueel zelfs een andere telefoon. En het zijn natuurlijk gewoon hele krachtige, toffe telefoons waar je eigenlijk gewoon alles op kan doen wat je maar wilt. Lekker op kunt gamen, multitasken. Opvallend is wel dat niet alleen het formaat kleiner is geworden bij beide toestellen ten opzichte van vorig jaar, maar ook de batterij iets kleiner geworden. Bij de S22 is dat dus 3700 mAh, bij de Plus 4500 mAh. Nou, kan dat natuurlijk betekenen dat ze daardoor ook niet de hele dag meegaan? Dat is gelukkig niet zo. Ze hebben me echt goed verrast. Beide toestellen kun je gewoon makkelijk de dag mee doorkomen. Met de kleinste S22 is het wel het spannend natuurlijk. Maar bij normaal gebruik had ik geen probleem om het einde van de dag nog gewoon 10% over te houden, zoiets. Dus dat is prima. Als je hem dus echt intensiever gaat gebruiken, ja, dan gaat het wel spannend worden. Dan haal je het misschien net niet. Dus zorg dan in ieder geval dat je een oplader bij hebt. Met de S22 Plus heb ik bij normaal gebruik eigenlijk helemaal geen probleem gehad. Dan haal je de dag echt wel. En ook als je hem wat intensiever gebruikt, dan heb je net wat meer speling om het einde van de dag in ieder geval nog wel te halen. En wil je nou nog meer batterij? En nogmaals, dan moet je misschien toch naar de Ultra gaan kijken, omdat die nog een stapje verder gaat. Ze draaien natuurlijk ook allebei op Android, dat is geen verrassing. En nog steeds met de Samsung skin eroverheen, One UI. En dat is echt een hele fijne omgeving om in te werken. De laatste jaren heeft Samsung daar echt heel erg aan gewerkt. En daardoor is het eigenlijk een beetje mijn favoriete Android omgeving geworden. Het is gewoon echt heel erg compleet. Je hebt superveel opties, waardoor je eigenlijk alles kan doen wat je wilt. En heel veel dingen aanpassen aan jouw eigen smaak of eigen behoeftes. Alles bij elkaar maakt het gewoon een hele toffe telefoon, hele complete telefoons. Of je nou voor dat maatje kleiner gaat of het maatje groter, maakt voor mij betreft niet zo heel veel uit. Allebei hele toffe telefoons met een heel tof design die gewoon hartstikke goede features hebben. Dat was het dan ook weer voor deze video. Vond je het nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. Wil je nog meer zien over de S22 Ultra? Hou ons kanaal dan goed in de gaten, want ook daarover komt binnenkort mijn review. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!